ja? Hoi. Natuurlijk, Aima. Ja, dit is... Kom en meer, kom terug. Daar ging ik. Hey. En Makkeroe gaat er ermee. En daar ging ik. Je ontsnapt of zo. Oh. Film dit, Sam. Zorg dat je dit hebt. Britt en Harold met die koe. Ik wil hem haaien. Hij moet terug de stal in. Verdomme, ontsnapt dat beest. Hey, nee, je kan jee! Jezus Christus. Ja, zo krijg je ook... zo worden milkshakes gemaakt. Ah, dit wordt een regelrechte kijkcijferhit. Britt? Ja? Kunnen we alvast even een itempje schieten voor RTL Boulevard? Kom eens even hier staan. Ik sta achter de camera. Sam, kom erbij. Ja, blijf daar staan. Sam, jij komt hier staan zo. Zit mijn make-up nog wel? Ja, zit goed. Sam, jij komt hier staan zo. Hop, film dit. Wacht even hoor, 1 seconde. Ik ga zo op me hurken, dat doet die Freek Vonk ook altijd. Oké, hij filmt. Oké, zijn jullie er klaar voor? Dan komt hij. Ja, dan gaan we. Ja, hij is er. Ik sta hier met Britt Dekker, realityster die aanstaande is om haar nieuwe televisieprogramma Britt in de Shit op te nemen hier op de boerderij van Boer Harold. Britt, wat gaat er door je? Nou, ik vind het allemaal wel heel spannend. Ik ben nog nooit op zo'n rare boerderij geweest eigenlijk. Wow, wat een grote trekker. Kijk hem nou. Je gaat hier straks tussen de koeien, de varkens en natuurlijk de boeren ervaren hoe het is om een echte boerin te zijn. Wat is je verwachting van het boerenleven, Britt? Nou, ik denk dat het sowieso wel zwaar werken is, maar ik ben best wel sterk. En eigenlijk wil ik gewoon heel graag op die trekker, want het ruimt op mijn achternaam. En ik kan sowieso heel goed autorijden, dus ik denk dat dat wel het leukste wordt. Maar ik vind het niet zo leuk dat we zo vroeg op moeten, want volgens mij staat Harold om 5 uur op of zo. Nou, dan kan je mij gewoon laten liggen, hoor. Boer Harold, even naar u. U gaat deze jonge dame rondleiden op de boerderij en haar een aantal klusjes laten vervullen in het nieuwe programma Britt in de Shit. Wat zijn uw verwachtingen van deze aanstaande boerin? Geen. Wat gaat ze vandaag allemaal doen op de boerderij? We gaan sowieso even kijken of ze de trekker kan vuren. Dat is wel belangrijk. Ik bedoel, mag je wel paarden gaan rennen en al die onder ons en... Maar je niet op de trekker kan rennen, rennen we dan aan je. Ook voor je dat je nou dan kan rennen op dat ding. Wordt het dan mijn uks vies? Weet ik ervan, als je niet kan rennen, wordt die uks wel vies, ja. Oh, want die zijn wel heel duur. Dat zijn wel mijn lievelings-uks. Weet ik veel, dat doe die dingen uit, dat geeft de pot verder. Denk je dat ik ook maar iets te maken heb met die vieze uks van jou? Nou Harold, ik vind het wel een beetje onaardig van jou. Oké, Sam, gewoon door blijven draaien. Vanaf hier filmen wij het allemaal gewoon en... Nou, Harold, Stekker op de Trekker. Om het gewoon mee te nemen op het leven in de boerderij. Ja, we hebben Britt in de Shit, klonk lekkerder, maar... we kunnen dat altijd in de montage nog veranderen. Komt goed. Ja, Britt, stap je hem op de trekker? Ik heb nog 1 groen als goed is in de schuur staan, haal ik die hem op. Nou, dan ga ik hoor, jongens. En niet reden. Niet Sam, reden. Kan jij mij een gunst doen? We moeten dit eigenlijk met 2 camera's draaien. Geef mij deze camera, haal jij de... Oh jongens, deze trekker staat op een heuveltje. Ik rij achteruit. Oh. Harold, waar zit de rem? Stop. Godverdomme, stop. Jezus Christus. Harold, moet ik mijn riem om in een trekker? Nee, natuurlijk niet. Maar je rijdt nou dat ding naar de kloot. Rustig maar. Nah. Oké, kijk even goed. Rechts, dus waar je voet links in, daar een gaspedaal. En die rustig intrapt. Rustig, nee, wacht nou in met reen, jongen. Dus kalm. Ah, godverdomme, Britt. Oh, jongen, ik zeg toch dat er niks gaat wonnen, Rickert. Doe nou kalm aan, je trapt rustig naar gas in. En je stuurt naar rechts. Je wilt niet met groentrekker aan zitten. Dus naar rechts, voor dat stuur naar rechts. En nu rustig gas. Ik haal dat ding eerst al weg. Jezus, ik heb niks van. Hij zit helemaal vast. Ik weet niet hoor. Hij werkt gewoon niet. Freer. Ja? Rustig achteruit. We moeten het land op. Ik volg jou wel. Oeps. Ik heb de toeter gevonden. Zie je daar die opening daar? Zie je die opening daar, Britt? Daardoor in het midden van die hekkies? Ja. Ja? Jij rijdt zo meteen achter me aan. En als je me nog één keer aantikt, hè? Britt, doe alsjeblieft voorzichtig, maar ook niet te voorzichtig. Niet te voorzichtig, want dit zijn gouden beelden. Je wordt een ster, ik beloof het je. Je wordt echt een televisiester. Dit programma Britt in de Shit, nu al een kijkcijferkanon. Ik zie de promo al helemaal voor me. Zaterdagavond, 20:30, RTL 4. Maar ik vind een stekker op de trekker wel een beetje beter. Oké, ik doe ook wel een stekker op de trekker variant. Oh god, jezus, Britt, doe alsjeblieft voorzichtig. Sorry. Je had me bijna van mijn carrière beroofd. Maar ik dan? Ja, nee, met jou komt het goed. Oh, dit is wat, kijk, dit is wat de mensen willen zien, Britt. Britt, jezus Christus, wat is nou aan? Britt. Ja? Nou mag jij hem laten zien hoe goed je trekken kan rijden. Je mag achteruit hem daar in dat vak zetten. Ja? Welke? Ophouden met die toeten. Zie geen Turkse bruiloft. Sam, pas op dat ze niet doodrijdt. Ze kan er geen reet van. Britt! Jezus Christus. Wacht nou dat ik weg ben. Kom goed, kom achteruit. Goed. Voorzichtig, voorzichtig achteruit de railway. Zo. Gaat zo. Voorzichtig, hè? Zo, die staat hoor, Harold. Niet goed. Ik word hier zo armoedig van, hè? Ja, RTL gaat je goed betalen. Als dit programma scoort, dan krijg je ook een deel. Als het programma goed scoort, ik hoop toch godverdomme dat ik goed verzekerd ben, ja. Ik denk wel dat het goed gaat scoren. Ze heeft al 2 jondeers naar de tering geholpen. Een waanzinnige promo. Waarschijnlijk zie ik hem met terug naar die stukjes. Nee, het wordt zaterdagavond, 20:30. Stekker op de trekker. Spanning, sensatie en meer crashes dan de gemiddelde actiefilm. Ja, dat denk ik ook, ja. Dat wordt hem. Wat bedoel jij? Ik heb toch hartstikke goed gedaan? Ja, hartstikke goed. Britt, ja, waanzinnig. Waanzinnig. Britt, blijf hem hier. Ik haal dat ploem op uit de schuur. Mag ik even een liedje luisteren? Ja hoor, doe maar. Nee. Ja, we worden wel een gezellig feestje vanavond hier, Viva la fiesta. Viva la fiesta. Wat zit je te luisteren, Britt? Ik hou wel van een feestje. Kan je het niet horen? Nee. Oh, nou, het was wel een lekkere disco beat. Lekker. Zit er een radio in die trekker? Ja. Wil je ook even in de trekker? Ik wil de trekker wel even proberen. Ik leg even mijn camera hier achter neer hoor. Moet je wel voorzichtig doen, want als je botst wordt Harold boos. Ik kan al wel een potje breken bij Harold. Wat een ding. Wat een machine is dit, zeg. Trip in de slip. Sam, film mij eens. Dames en heren, ik ben terug. Vanaf vanavond, 8 uur, is het RTL Nieuws gewoon weer gepresenteerd door de nummer 1. Rick Trip in Leopolder. Ja, dat is goed voor de promo. Nou mensen, we staan hier bij de boerderij van Boer Harold. En Rick heeft dus nou even een rondje gereden in de trekker. Maar volgens mij doe ik het iets beter. Laat het ons weten op Twitter met hashtag Trip in de slip of met Stekker op de Trekker. Wat vond je ervan, Rick? Ja, waanzinnig, Britt. Ja, je hebt hier echt talent voor. Moet je niet even voor de trekker gaan staan en even een promo opnemen voor je eigen programma? Zaterdagavond 20:30, Stekker op de Trekker. Ja, is goed. En, dat kan ik. Dan monteren wij dat een beetje door elkaar met al die ongelukken die je hebt gemaakt. Nou, dat wordt kijkcijfer kanon. Mijn vrouw heeft net ook nog wat ingesproken. Oh, pas op, daar heb je Harold. Oh, dit is een mooi shot. Oh, wauw. Ik ga al even uit het shot. Oké, wat zijn de plannen, Harold? Britt. Ja? We gaan hem een stukje moeilijker maken voor je. Je mag nu op deze trekken, die trillen, er zit allemaal hooi in, dus leeg. We gaan hem leeg maken voor je, mag je hem eraan koppelen. En dan mag je dan die trillen, mag je hier zo achterin parkeren. Oh jezus, ja? Hoe moet dat koppelen dan? Dat weet ik veel, dan zoek je zelf maar lekker uit. Gaat hij nog goed? Ik heb hem hoor, Harold. Hé, doe kom maar. Ik doe toch rustig? Ja, je dit rustig noemt. Maar als ik achteruit rijd en ik ga links, dan gaat dat ding rechts of zo. Ja, dat... Ja, maar ja, goed. Christus, godverdomme. Nee, komt goed, komt goed. Oeps. Britt, stop! Hey. Ja, ik ben toch lekker bezig, ik ben aan het oefenen. Ah, oefen niet, slopdeel die zon. Hé, pas op maar. Nee, die rook was er al, Harold. Doe nou komen. Ah, jezus. Het gaat je heel veel geld kosten, nou Rickert. Nou, rustig. Hé. Doe nou kalm, joh. Ja, ik zit er toch recht voor? Dat is toch niet recht, die zit op 90 graden, joh. Hé, oh, jezus Christus. Oh. Nou, het is net een, hoe heet dat daar, zo'n Tetris of zo. Daar was ik ook al zo slecht in. Hij gaat goed, Britt. Nog 1 keer proberen, dan heb je het, lukt het je zo. Praat allemaal moeder die er helemaal niet in staan. Nou, kijk eens, Harold. Kijk eens, Harold. Dit is fucking moeilijk trouwens. Nou. Nou. Britt, ik had het echt niet aanzien komen, maar na al dat geklungel heb je gewoon nog een opdracht met succes vervuld volgens mij. Ja, ik heb allemaal... Ik speel heel veel van die computerspelletjes met auto's en zo, GTA en zo, dat kan ik allemaal oefenen. In deze aflevering Stekker op de Trekker ziet u hoe er voor duizenden euro's aan schade wordt aangericht op de boerderij van Boer Harold. Kijk hoe Britt alles vernielt. Vanavond 20:30. Toetar, 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 toetar. Ophouden met dat toeten de hele tijd, godverdomme. Ken je die ook nog? Sangarinus. Ik haal nog 1 ding op. Nu gaat echt leuk, man. Wat gaat er gebeuren, Harold? Nou, ik vond het toch best wel goed gelukt, eigenlijk. Ik vind het ook best wel goed gelukt, Britt. Wacht even, we doen even een klein tussenshotje, waar jij zeg maar gewoon in de camera vertelt hoe het gaat. Britt, hoe ging deze opdracht? Ja, nou, na een stukje zwoegen had ik hem er toch in gereden hoor, Rick, achteruit gewoon. Dus jongens en meisjes, als jullie allemaal willen zien hoe ik allemaal dingen heel goed doe, moet je nog vooral blijven kijken. Maar eerst nu de reclame. Tot zo! Ja, waanzinnig. Commerciële gedachte ook nog. Ja, daar moet ik toch een beetje geld aan verdienen, of niet? Ja, je hebt groot gelijk. Dat zullen we je salaris gaan betalen, Britt. Maar als we goed bekeken worden, wil ik wel eigenlijk meer geld. Want 50 euro, ik had een beetje gepraat met andere mensen. En die zeiden dat... 90 euro, Britt. Dat jij veel meer geld verdient, Rick. 90 euro, Britt. Hoe vind je die? 90 euro? Ja. Ja, dat is wel veel kipnuggets. Per aflevering. Ja, dat is goed. Die 50 euro was natuurlijk ook een voorbetaling voor dat politie-interview. Precies, was slechts een voorschotje. Hey Harold. Oh, pas op. Zo, wat een grote hooiballen. Oké, wat is de volgende opdracht, Harold? Britt, ik zal het je 1 keer voordoen. Er een 1 keer in pleer. Daarna mag je het doen, ja? Wat ga je doen, Harold? Ik ga uit beeld, ja? Anders ziet iedereen mijn dikke reet. In opdracht 2 is het de bedoeling dat Britt Stekker zoveel mogelijk hooibalen correct positioneert. Zal het haar lukken? Kijk verder. Die Harold. Kijk, hem lukt het ook niet in 1 keer. Ik houd Britt gewoon godverdomme nog gewoon, ja? Oh, sorry, sorry. Ja, dat is geschreeuw. Niet zo balen, Harold. Harold, is dit de bedoeling? Zo. Nou, Harold, heb je hem wel eens op de handrem? Want volgens mij gaat dat niet allemaal goed, hoor. Staat er helemaal prima. Is dit hoe die moet staan, Harold? Zo zeg maar, dat heet niet. Ja, oké, dan hebben we dat helder. Dat is toch gewoon, ik weet niet waar je zit hem om, maar het is gewoon, staan er mensen, 3 van de 4 hooibaan staan droog. Nee, 2, Harold. Ja, die anderen staan een beetje droog. Maar een beetje droog is helemaal niet droog. Is net zoals een beetje zwanger is ook gewoon niet zwanger. Precies. Zei mijn moeder altijd. Zo, ik ga wel even aan de kant. Een beetje blubberzooi hier. Mijn uks wordt helemaal vies. Ja, mijn Louboutins worden ook heel smerig hier. Je wat dan? Mijn Louboutins. Hallo Harold, kijk eens even uit, man. Nu mag ik, of niet? Ja, nu mag jij, ja. Mag ik op deze? Ja, die rode trekken. Nee, ik wil op deze. Hoi. Groen is een betere kleur. Ze gaan allemaal naar de klote hier, trekkers, Harold. Dat was de enige die nog goed was. Nou, komt goed. Rick betaalt wel de reparaties, want die had allemaal kijkcijfers en zo. Komt goed. Dat er niet weet? Wat is dat? Doet er niet toe. Hé! Godverdomme, Britt! Zo, hij staat hoor, Harold! Volgens mij zijn er meer droog dan toen jij het deed. Ah, Britt, heel die... Ah, jongen. Nee joh, kijk, hier staat hartstikke mooi dit. Harold, kom eens. Het is tijd voor de cijferceremonie. Cijfer waar? Doe niet toe. Britt draait om. Kijk nou. We zijn aanbeland bij de cijferceremonie. Dat is waar Harold Britt gaat beoordelen op verschillende onderdelen van wat er zojuist gebeurd is. Boer Harold, u heeft vandaag mevrouw Stekker een dagje op de boerderij te gast gehad. Hoe is het gegaan? Echt een kutdag. Hé, ga weg hier. Hé. Je kan echt niet zo makkelijk put bij mij scoren, hoor. Normaal niet op televisie. Wow, de eerste opdracht betrof het rijden op de trekker. Hoe ging dat? Nou ja, volgens mij je het zelf voorzien. Ze pakt er helemaal geen rol van. Ze komt wel het gaspedaal vinden, dus daar is het puntje waar. Ze heeft 2 trekkers compleet uit de tering gereden. Dus dat zijn 2 punten eraf. staat één hooibal staat er droog. Er zijn 2 punten. Dus je komt uit op 1 punt. Van de hoeveel, Harold? 25. 1 punt van de 25, Britt. Daar sta ik toch op nummer 1? Vandaag? Nee, daar sta je niet op nummer 1 domwicht. Dat is niet waar, daar sta je helemaal niet op nummer 1 domwicht, daar sta je op nummer 0. Maar een 0 is helemaal geen nummer van wat meetelt. Precies, je telt niet mee. Oké, ik ga wel gewoon, anders ga ik gewoon naar huis hoor, Harold. Ik weet niet. Hey, wij gaan nog een keer een trekkerles met z'n tweeën nemen, zonder dat die enge Rick ermee is. Ja, maar dat vind ik wel een beetje eng hoor, als het gewoon alleen met ons tweeën is. Ja, doen we wel het wat licht is. Ik zag je wel een beetje kijken net ook al. Wat ik zeg, wees blij dat je niet meeneemt naar Disney. Nou, wat dan? Naar Disney. Ik wil wel naar Disney hoor. Nou, geloof me, dat wil je niet. Volgens mij zit Leo daar ook. Ja, daarom. Britt. Britt, doe even een afrondend stukje van kijk volgende keer weer naar Stekker op de Trekker. En dank aan de boerderij van Boer Harold voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. Oké. Kom maar. 5, 4, 3. Go. Hallo allemaal, mensen, bedankt voor het kijken vandaag. Bedankt Boer Harold dat we op zijn trekker mochten trekken. En ik heb het heel goed gedaan, want ik sta op nummer 1 van de 25. Dus volgende week gaan we verder. En dan moet hij allemaal weer kijken. Dus nou, een hele fijne avond. En ik zie jullie volgende week bij Stekker op de Trekker. Geweldig, Britt. Nou, Harold, lever jij de dame af waar ze verder moet zijn. Britt, wij houden nog even contact. Wij gaan dit mooi editen tot een aflevering. Ik denk dat we hem binnenkort gaan uitzenden, want als de programmadirecteur dit ziet, dan wordt hij helemaal gek. Dit is gouden content. Dat kan hem bijna niet beter. Dus, en dan moeten wij gewoon binnenkort even contact houden over het opnemen van de tweede aflevering. Ja, wanneer krijg ik mijn 100 euro? Sam, kan jij er eventjes uitbetalen? Ik zal het overmaken. Komt helemaal goed. Nou jongens, was wel gezellig hoor. Straks word ik nog beroemd. Ja, was heel gezellig. Nou, we hebben echt een topcrew samengesteld. Ik ga even die camera in de bus leggen en dan kunnen we nog even een peukje doen. Kom. Britt, je pakt die rode trekker, ja? Waarom? We zijn toch klaar? Oh god. Nee, we zijn niet klaar. We moeten die dingen achter me schuren. Sam, blijf filmen. Je weet maar nooit wat we nog mee kunnen pikken. Nog wel even, dan, kun jij hem weg. Ja, ik pak die groene, jij pakt die rode. Ja, zet ze hier maar neer. Ja, laat hier maar staan, ik doe de rest wel. Ja, dat ging toch hartstikke goed, waarom heb ik 1 punt? Ik krijg... Oh kijk, jouwe valt zelfs om! Zie dat? Waar weer over? Jouw trekker viel bijna om. Nou, dan krijg jij ook gewoon 0 punten. Die trekker staat hartstikke prima, joh. Mag ik hierop? Doe voorzichtig, Britt. Wat dan? Ik ben niet bang hoor. Die liggen niet helemaal vast, allemaal, doe nou rustig. Ah. Doe nou rustig. Ah, dit is een waanzinnig leadershot. Zo. Nee. Stekker op de trekker. Naar beneden.